What's up? J-School. What's up, J-School? Hey, hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidoo, 26 jaar en ik maak elke dag een nieuwe video voor jullie om 5 uur. Oh my god, mensen, het is weer super warm hier. Het raam staat weer open, soort van. But I'm dying over hier, hè. Eerst en vooral, ik wil jullie allemaal bedanken voor de mensen dat er gisteren waren op de meet and greet. Het was echt awesome. Het was heel warm, dus sorry ervoor. Ik weet dat het echt heel warm was. Maar het was zo leuk, zo gezellig. En even zonder zwans, hoeveel cadeaus heb ik gekregen? Ik had de hele tijd iets op de achtergrond hoort praten. Er zit ergens iets in die doos, een soort van Furby, en die is gewoon de hele tijd aan het praten. Heel de nacht heb ik dat moeten aanhoren, dat geluid. Het was verschrikkelijk. Dus ik hoop dat die doos snel open mag. Maar nee, ik had nooit gedacht dat ik zoveel cadeaus ging krijgen. Wat je hier ziet, is echt nog maar, allee ja, dat is nog niks. Deze dozen maal 10, hè. Dat is hetgene waar ik heb gekregen, hè. Van alles ook gewoon. Echt superleuke spulletjes, handige spulletjes. Bijvoorbeeld deze bedjas. Hey, ik heb een nieuwe bedjas gekregen van een fan, omdat ik mijn andere twee bedjasjes dus weg ga geven. Ik had er ook sowieso een nieuwe nodig. En I love this one, hè. Dus echt een mooie keuze, dank u ervoor. Dus misschien moeten we een nieuwe naam vinden voor bedjas nummer 3. Laten we dit het kindje van Jack en Jacqueline noemen. Kiezen jullie maar de naam. De naam in de reactie met de meeste likes, die wint. En zo zullen we hem noemen, of haar. Wat ik ook nog heb gekregen is dit. Daar heb ik ook direct gebruik van gemaakt. Dat is de letter J voor aan mijn sleutel. Want ik was dus van de week aan het denken van ik moet eigenlijk echt terug zo'n nieuwe, ja, je kent dat wel, zo'n soort bolachtig ding aan mijn sleutel langer hebben. Even schaamteloos drinken, kan geen kwaad. En toen heb ik dat gekregen van een fan. Dus bij deze hangt er eentje aan. En ook superleuk dat de J van Jamila is. En hierachter op mijn bed ligt nog een emoji-kussen. Heb ik ook van een fan gekregen. En ik heb ook al heel veel snoepjes en koekjes gegeten van fans. Oh my god, I love it. Dank u voor de mensen dat trouwens allemaal ook Pop-Tarts hebben meegegeven. I love Pop-Tarts. En Fusty. En oh, ik heb zoveel chips gekregen. En I fucking love it. Ik ga ineens starten met de video, want deze gaat lang duren. Dus zet uw wagen even naar achter. Al die dozen moeten open. You guys ready? Ik start met de kleinste doos. Dit is een mystery box, as you can see. Ook helemaal mooi opgemaakt en zo. Dus ik vind dat ergens al jammer. Moest ik dat kapot doen? Ah, ik kan het gewoon open doen, denk ik. Let's go. Amai. Amai, er zit superveel confetti in hier. Dus ik ga dat proberen in die doos te laten zitten. Want anders hangt heel mijn bed vol. Ondertussen hangt heel mijn bed ook al vol. En er zitten allemaal kleine cadeautjes in. Dus we gaan die... Oh, die confetti kan helemaal vol. Dat is stofzuigersbeet. Dus wat ik ga doen is die cadeautjes er even uithalen. En dan gaan we die even apart open doen. 4 cadeautjes. 5 cadeautjes. 6 cadeautjes. En ik denk dat dat het was. Wel superleuk om in die doos te zitten met al die confetti erin. Like. Allee ja. Oh, alles er neffen. Oké, die doos gaat terug dicht. We gaan kijken. Dus je ziet, leuk mooi ingepakt met... Wat is dat? Een eenhoorn? Met eenhoornpapier. Ah! Je wilt niet weten hoeveel dingen dat ik gisteravond toen ik thuis kwam al heb uitgepakt. En allee, dat is gewoon... It feels like Christmas, hè. Zo gewoon keiveel dingen uitpakken. Maar ik heb nog nooit in mijn leven zoveel cadeaus gezien. Nog nooit. I love cadeautjes, hè. Er staat hot cold compress. Je ziet deze. Warm of koud te gebruiken. Wikkel het compress in een doek en houd deze maximaal 20 minuten op de pijnlijke plek. Het compress is herbruikbaar en te reinigen met water. Oké, dus als je ergens pijn hebt, kun je dat dus opwarmen of verkoelen. En dan kun je dat dus op je pijnlijke plek leggen. Super handig. I'm gonna use that, hè. Nou, dit gaan we even daar gooien. Hier, het volgende is een notebook. Super leuk. Daar kan ik mijn dingetjes in schrijven. Moest ik iets willen onthouden of ik kan er misschien een dagboek van maken of zo. Super, super, super lief. Deze is zoveel leuker dan wishpakketjes aanpakken. Ook zo van die mooie roze papiertjes. Dankjewel aan de fan die dat deze gegeven heeft. Super lief. Volgende. Oh my god, I can feel it already. It's tuk. Tuk koekjes. Gaan we winnen? We gaan winnen. Als het over eten gaat, dan kan ik direct raden waar het erin zit. This shit is tuk. I'm not kidding. Oh my god. Oh, ik wist het gewoon, gestjes. Tuk for life. Oh, paprika tuk. Misschien moet ik gewoon verder doen met de video. I'm gonna put this aside, hè.
Een diamond putty. Putty, 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 putty. Oh, maar ik heb ook zo dingen gekregen. Dat ga ik nu niet in de video laten zien, want dat ligt allemaal beneden. Maar ik heb dus ook zo van dat zand. Oh my god, you know the ASMR zand? Dat is zo, ja, dat lijkt zand, maar dat is eigenlijk geen zand. Maar dat is wel plezant. Maar goed, dat is dus van dat zand. En ik vind dat zelf super leuk om mee te spelen. En ik heb er zo'n 2 potten van gekregen. Dus als ik dat vermeng met elkaar, mensen, dan is dat gewoon het dubbele van hetgene wat het al was. I fucking get. Oh, dat is niet normaal hoe vol dat ik hang. Het volgende. Oh. Oh my god. Een toilet noise. Prrr. Staat er echt op. Prrr. Oh my god, it's like fucking Fabiola Volkers. Prrr. OMG, brother. Oh, ho, ho. I love the farts, hè. Dankjewel. En het allerlaatste pakketje van deze doos is... allemaal confetti. Oh, schattig. Mini lipgloss. Like, see, dat is kleiner dan mijn pink. That's cute. Dat is fucking sleutelhanger lipgloss. I fucking need that shit in my life. Je hangt dat dus gewoon mee aan je sleutel en dan heb je altijd lipgloss bij, gastjes. Dankjewel, liefste, liefste fans, voor deze doos. We gaan ineens verder naar de volgende doos. Hey, mystery box staat erop. Het grootste mystery aan deze box is dat ik ze niet open krijg. Let's go! Dat heb ik nog niet gekeken, hè. Oh my god. Voor Jesje! Cute! Super tof. Voor jou en Jens. Oh, dat is jammer. Jens is er niet. Sorry, I'm gonna eat it all alone. Oh, dat is geen eten. Dat is een ballon. Dat zijn van die waterbomballonnen. Kei tof. Het is ook super warm weer, dus altijd leuk om mensen ermee te pranken. Dan heb ik hier ook nog een soort van notitieboekje gekregen. Ook een heel mooi trouwens. Wauw. Ik heb een hartje voor de sleutelhanger gekregen. En dat is zo eentje dat je zo kunt veranderen van kleur. Oh my god, I love that, hè. En dan zit er nog een papiertje bij. Hey, ik ben een super grote fan. Ik hoop dat je de mystery box hartje, dus ik denk gewoon leuk vindt. Ik vind hem super, super leuk. Dankjewel. Laten we naar de volgende box gaan. Yes, hier staat dus ook op een mystery box. Ah, van boven staat er nog opgeschreven van Stella, Franne en Janne. Dus een dikke shout-out naar Stella, Franne en Janne. Oh my god, dat begint gewoon al goed. My life. Het eerste wat je ziet. Doritos chips, weet je zelf. Dus, Doritos roulette. Oh, I need it. Warning. Some crisps are ultra spicy. And turn your tongue blue. What? This is fucking cool. Dat is echt zo voor een spelletje ermee te spelen. Als ik dat nu met Tom doe bijvoorbeeld. En we pakken er elke keer één. Dan heeft misschien iemand super spicy en de andere niet. Of ik vreet eens van de avond gewoon alleen op in mijn bed. Dat kan ook. Kapitein Winocchio. Liefde voor muziek en kinderen. Ah, dat is een cd'tje dat daarin zit. 2 cd'tjes. Ui. Dan hebben we nog chew candy. Dus gewoon lekkere snoepjes. Mensen weten ook gewoon hoe hard ik van eten. Nou, I fucking can't. Oh, dit is zo tof. Allemaal kleine snacksjes voor Jesje. Oh, Jesje wordt ook zo verwend door jullie. 7-Up. Cocktail exotic. Oh, ik kan echt zonder zwans met al het drinken en eten dat ik al gekregen heb. Van fans kan ik letterlijk een nachtwinkel starten. Maybe I should do that, hè. Oh, sushi candy. Ja, deze vind ik een grappig, hè. Onder al dat snoep en onder al die ongezonde suikers zit er in die doos een fucking tandenborstel. I can't. Fans met humor, dankjewel voor de tandenborstel. Dan hebben we de 2 grote dozen. Let's go. Hier staat ook in het groot een mystery box. My god, it's like a really big box, hè. Let's go. Oh, allemaal pakjes. I need to unpack the pakjes, hè. Allereerste. Oh, I love cadeaukas. I fucking love you guys. Oh,
voor de hot days. Een waterpistool. Ik kan binnenkort nog vloggen, dus god, dan weet ik sowieso deze shit gaan gebruiken. Ik heb ook een partypopper gekregen van iemand. Ik heb nog nooit een partypopper laten afgaan. Nog nooit. So that's gonna happen in de video, hè. Het volgende. Maar er zijn wel een hoop cadeautjes dat er in die doos zitten. En dat is nog niet de grootste doos. I love it. Dus ik heb een hoesje gekregen met summer op. I fucking adore it. Maar dat is alleen voor iPhone 7 en 8. En ik heb nog altijd een iPhone 6S. Dus ik ga deze sowieso bijhouden voor het moment dat ik een andere gsm koop. Waar dat binnenkort sowieso wel zal gebeuren. Als ik er zin in heb. Maar wel super mooi, dankjewel. Volgende is a big one. Oh, I fucking love it. Een hoed. Een nieuwe hoed, mannetjes. We need to give the hoed een name, hè. Hoe tof is deze al, die cadeautjes? En een mooie ook gewoon. Ik wil echt zo naar Hawaii vertrekken gewoon met deze hoed. Hallo, ik ben er. Geef deze hoed ook een naam, alsjeblieft. Zet er wel bij in de reacties dat dat over de hoed gaat. Anders ga ik denken dat dat over de badjas gaat. Volgende. Dat zijn precies wishpakketjes, deze. Een shower cap voor als ik mijn haar niet nat wil maken tijdens het douchen. Then I can use the shower cap. Voor jou en Jens. Ja, Jens is er niet aan. Spijtig, hè. Oh, jammer, jammer. Wat is dat? Een mini watergun. Oh my god. Dat moet je zo doen. En dan komt daar water uit. Ik heb er twee. I'm gonna have so much fun this summer. Een brief, dat heb ik gemist. Hey Jamila, ik ben Hanne. Ik heb ook een YouTube-kanaal. Dit noemt Hanne Luia. L-O-E-I-A. Ik hoop dat je deze mystery box leuk vindt. Zou je deze mystery box in een video openmaken? Dat zou echt fantastisch zijn. Bij deze. Ik ben blij dat ik een fan ben van je. Ik gun alle andere kijkers het ook om je te zien. Het zou leuk zijn als je vaker een meet and greet zou doen. Het is nu dinsdag en morgen is de meet and greet. Ik hoop dat er airco is in de zaal, maar dat zie ik morgen wel. Yes, sorry about the airco. Maar willen jullie haar gewoon even allemaal volgen op YouTube? Voor mij. Gewoon omdat ze zo'n lieve box voor mij heeft gemaakt. Hanne Luia. Just do it, the people. Want er zitten nog wel wat pakjes in. Oh, I love this. Echt waar, ik vind dat echt gewoon kei-excited, hè. Party lightning, feestverlichting. En dat zijn allemaal van die flamingo's. Ik zal het even laten zien voor als je het kunt zien. Dat kun je dan zo ophangen. Ik heb veel feestverlichting gekregen trouwens. Echt zot. Dankjewel voor de feestverlichting. I'm gonna party my ass off. The next one. I need that shit in my money. Ah, in my life bedoel ik. Oh my god. Fake fucking geld. Ik kan deze zo hard gebruiken voor mensen te pranken. Hoe echt ziet deze eruit? Ik ga dat voelen. Ik moet weten of het dat voelt als echt geld. Deze wou ik zelfs ook echt nog eens een keer gaan kopen. Hoe echt ziet dat eruit, maat? Allee, niet dat ik weet hoe dat een briefje van 500 euro erin echt uitziet, maar goed. I'm just kidding, gastje. Oh my god, ik krijg dat niet open. Ik word zenuwachtig. Oké. Langs de voorkant ziet dat er echt gewoon echt uit, hè. Het voelt ook echt. Als je dat zo'n beetje zou plooien en kreuken, dan zouden we dat echt kunnen laten lijken. Het enigste nadeel is dat die een achterkant gewoon streepjespapier is. Waarom doen ze dat? Like, finish the thing, weet je wel? I love this box. Weer al een toilet putty. Maar nu een blauwe. Oh my god, wat gaat dit zijn? Oh my god, wat gaat... Oh. I'm gonna use it as my make-up tasje, hè. En dan kun je dat zo... Oh, het is van onder naar boven. Van kleur veranderen. Oh, I love that shit gewoon. Echt saai. Dankjewel. Volgende. Er zitten er nog. Ik weet niet, 18 of zo? My god. Tada. Oh, that's such a cutie. Hoe schattig. Ik kan hem mee op mijn bed zetten daarachter bij de knuffels. Ik heb nog veel meer knuffels gekregen. Ik ga die allemaal gewoon in mijn bed leggen. Dat is misschien nog wel leuk voor in de video op de achtergrond. Let's go. Zalig. Dat is een neuspuntenslijper. Zie, je moet daar van boven nu een ding in slijpen. I love it. Ik slijp heel vaak mijn oogpotlood en zo. Dus deze kon ik sowieso gebruiken. It's going into my make-up tasje, hè. Voor Gesje. Gesje heeft een cadeautje. Dat is een hondendingetje voor rond de nek. En met een striksje aan. Al denk ik wel dat deze iets te groot gaat zijn voor Gesje. Maar ik kan het zeker proberen. Tada! Een big ass bril gewoon.
Ik heb er letterlijk nog zo weinig gekregen van een fan. Dus ik heb er nu al 2 van die grote. Let's go! Voor Gesje, haha. Oh, Gesje wordt zo verwend. Poepzakjes. Want ja, mensen, dat moet ook gebeuren bij een hond. Ik heb zo'n beertje gekregen en dat kun je zo verzamelen. Want er zijn er zo allemaal verschillende, zoals dat je hier kunt zien op dat ding. Er zijn dus allemaal van die verschillen. Amai, dat voelt kei fijn. Dat is zo hard, maar toch zacht. Dan. Dat voelt slijmerig aan of zo. Heb ik gelijk? Een squeezy glibberpoel. Dus letterlijk een glibberige stront. En de allerlaatste van deze doos is een lolly. Maar zo'n dingenlolly. Zo'n lolly met een mond aan. Dit is een mystery box van Merel en Zoe. Dus dikke shout-out naar Merel en Zoe. En hier zit dus volgens mij een Furby in. Want die is al een hele nacht mij aan het wakker houden. Hier is een envelopje. En op dat envelopje staat Top Secret. So I'm gonna watch, hè. Liefste Jamila, wij zijn echte diehard fans. Daarom hebben we deze mystery box voor je gemaakt. Het zou een hele eer zijn mocht je deze willen openen in je video. No pressure. Geen probleem, schat. Als je de doos opent, zie je een lijst met tips. Als je een pakje ziet, staat er een nummer op. Bij dit nummer staat een tip op de tiplijst. Die lees je dan. De tip geeft informatie over wat erin zit. Vervolgens kan je raden wat erin zit. Je kan het pakje openen als je wil. Er zitten heel veel leuke dingen in. Ik, Zoe, kijk al sinds juli 2018. En ik, Merel, kijk je al sinds november 2018. Ik bedenk Zoe heel hard om me je kanaal aan te raden. Eerst dacht ik dat het Jamila Dubai was. Nou, dat kan ook. Het was heel toevallig dat we exact op hetzelfde moment vroegen om naar je meeting te komen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn je grootste fans. Ook al begin je met vloggen, je moet gewoon je dromen nagaan. PS, we hebben samen een YouTube-kanaal Paro Dance. Dus P-A-R-O Dance. Volg die meisjes even, ze verdienen het. En het is echt onze droom om een keer een video met je op te nemen. Schaamteloze zelfpromotie. Maar lijkt dit je leuk, stuur dan een mailtje naar bla 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 bla. Super, super, super tof. Het is wel gewoon super origineel gedaan, dit. Zwaar. Ik moet starten bij pakje 1. Dat is nummer 25. Ik ga even aan de kant liggen. Dat is die fucking Furby, hè. Er staat geen nummertje op, volgens mij, op deze. Hier is nummer 1. Bij nummer 1 staat altijd al ballet willen doen. Hiermee komt je droom uit. Oh, van die balletschoentjes. Zie, van die balletsokjes, hoe tof is dat? I'm gonna wear it, hè? Furby zwicht. Nummer 8. Ah! Nee, dat is nummer 12. Thank you, Furby. Nummer 10. Nummer 2. We hebben nummer 2. Bij nummer 2 staat er: dit brengt zo dichter bij je thuis. Dus het zal iets te zijn met een dier of zo. Ik ben toch geen konijn aan het pletten ondertussen. Dat zou echt droog zijn. Ik weet het niet. Ik ga het gewoon open doen. Ah, weer een sleutelhangertje. Yay. Met dit moet je nooit meer je bed uitkomen door de jeuk. Is dat zo'n ruggenkrabber? I'm not kidding. Gisterenavond lag ik in bed en ik had echt jeuk aan mijn rug. En ik dacht van, oh my god, ik moet dit hebben voor te krabben. Dus ik pak zo mijn gsm, zo eenmaal naar rechter. Maar gesjes, I think I have a ruggenkrabber, hè? Fuck that shit, gewoon. Echt waar, I fucking love it. Furby out our big. This is het leven. Amai, nee, echt. Amai, deze ligt gewoon instant in mijn nachtkastje. Nummer 4. Ah ja, hier kan je je uren mee bezighouden. Huh? Wat is dat? Ik voel iets puzzelachtig of zo. Wat is dat? Oh, is dat een slinky? Een mini slinky of hè? Of wat? Huh? Ik snap het niet. I like it, hè? You can like play with that shit and do stuff with it. And... hier kan je Jens mee pesten. Trust me, ik kan die dood mee alles pesten. Is dat een fucking party popper? Like a really big party popper? It is a fucking really big party popper, people! Amai, dat is een grote, zeg je? Oh my fucking god, like check! En dan gewoon dang in zijn gezicht. I love it. Oké, ik heb even alles eruit gehaald. Dus ik kan even allemaal naast mij liggen.
Je bent misschien gestopt, maar dit is gelukkig niet schadelijk. Chocoladesigaretten. Lijkt mij het meest logische. Ik at dat vroeger super graag trouwens. Yes, magical stick. Ah, gum. Heb hè? My god, it's like kauwgom sigaretten. Wacht, never start smoking people. Maar kauwgom kan natuurlijk geen kwaad. Nummer 7. Waar is... Aha, hier is nummer 7. Tudududu. Nummer 7. Altijd al een echte man willen zijn. I think it's like a fake moustache of zo. Zo'n grote snor. Zie, ik wist het! Allee, geen grote snor. Maar zo allemaal kleine snorretjes. Allemaal zo van die kleine snorretjes. Maybe I'm gonna use that in the video, hè. Zo ziet je kerstboom er volgend jaar beter uit. Een kerstbal? Oh my god. Oh, er vallen allemaal van die dingetjes af. Ik denk dat er nog een batterijke in moet, maar dat je dat dus ja, in je kerstboom of op de... Ah, op de top van je kerstboom misschien? I don't know what it is. Nummer 9. Ook honden hebben het koud, maar willen ze ook sportief zijn? Ik denk iets voor Gesje waarschijnlijk. Misschien een winterjasje of zo. Of een sportkledij voor Gesje. Oh, cute! Van Adidas. That is the cutest thing ever, hè? I'm not gonna lie. Gesje gaat hier wel echt in verdrinken. Gesje is echt een klein hondje. En ik denk niet dat deze... Allee, dat gaat net iets te groot zijn, volgens mij. Maar wel super cute. Nummer 10. Is het stil in je huis? Druk hier hard op en er komt verandering in. Wat? Een scheetkussen of zo, misschien? Duw me, er komt niks uit. Superleuk, maar nee, het is niet stil ernaast sinds dat je Furby hier is. Aha. De tip is Ocherme Barry. Dat is zo hard een vliegenmepper deze. Je ziet dat ook gewoon die vorm. I knew it was een vliegenmepper, hè. Oh my god, ik ben zo dankbaar voor deze box. Dat wilde ik al echt niet weten. Ik zat hier gisteren met een krant te slagen naar al die beesten. I'm fucking gonna use deze fucking vliegenmepper, hè. Zit dan aan het bewegen, die zak ook. Zie je, of er zit zo'n levend beest in. Zie je dat? Echt ja. Nummer 12. Wil je leren koken? Gewoon niet echt. Ik denk misschien handschoenen of zo. Of een kookboekachtig ding, iets. Een kookschort volgens mij. Dat is voor kindjes. Kijk hoe klein. Misschien kan ik dat aan mijn nichtje geven. En kan mijn nichtje leren koken. En deze can make some food voor mij. Nummer 13. Zo is je feest nooit zonder gasten. Er zijn al zeker 2 feestbeesten. Huh? I don't know, hè. Hier, sussi. De smurfen. De 2 feestsmurfjes, hè. Ik ga echt snel moeten doen nu. Ik ga alles open doen, want mijn batterij is nog maar 1 blokje. En ik wil deze video af hebben. Dus, we gaan naar nummer 14. Op 14 staan, laat handafdrukken af op het plaatsdelict. Doet geen pijn. They fucking didn't. Oh my god, they fucking didn't. Weet je nog in de video dat ik bezig was over deze shitting? I fucking can't. They bought it. Zie mijn vingers staan daarin. Super tof deze, echt waar. Kneden die hendel, dat gaat van die dingen zijn, van die putty. Of is dat een gom? Is dat een kneedgom? I think it's a kneedgom, hè. Wil je egoïsme? Druk dan op het zonnetje. Werkt verschillende keren. Wil je egoïsme? Ik zie geen zonnetje. Hè? Ah, hier. Mijn speldjes staan leuk. Ja, ik vind het heerlijk als je mijn haar kamt. Ik ken je haar niet, bitch. Ik ben prinses Celestia. Ik snap het egoïsme. Maar wel super tof. Nog meer egoïsme. Nummer 17. Ah, die smurf, hoe noemt hij nou weer? Is dat brilsmurf deze, die dat altijd alles zo beter weet? That's totally nog meer egoïsme, hè. 18, deze is... Oh my god! Weet je wat dat nog, mensen? In een van mijn laatste video's was ik bezig over zo'n bandje dat je zo op je arm moet klappen. It's this shit, hè. Oh, andere kant. Droog. Oh my god, I fucking love it! Amai, hier kan ik uren mee spelen, hè. Hey! Nog eens. Hey! Super tof. 19. Als je dit aandoet, word je niet meer herkend door je schoonheid. Oh my, dat is super warm op dit moment, but I'm gonna do it.
Waza! Super tof gewoon, echt waar. 20. Chocolade, maar ook weer niet. Kan ik het eten of niet? Ah, Milka. Een zakje van Milka. Super tof. Kan ik paaseikens in gaan rapen? 21. Er is veel te veel geluid. Gesje. Een speeltje voor Gesje. Gesje is gonna be so happy with all the stuff. Oei, er is twee keer een 24. Eentje had 22 moeten zijn. Ik kan ze alle twee open doen en dan kan ik zien hoe dat... Ah, dat is altijd hetzelfde, hè? Huh? Oh my god, dat zijn van die bommetjes. Dat zijn zo van die knalbommetjes, kinderen. Hier is het moment. Niet begraven, niet slopen, want het kost veel als je het opnieuw moet kopen. Ik zal hem niet begraven. Oh. Deze is zonne nostalgie. Waarom sterft jij nu al niet gewoon? Echt waar, mensen. It's like a Furby. Maar die zijn wel serieus beter geworden. Die maar van die digitale ogen in van die shit. Allee, eten, eten. Waarom ga ik hier keiveel plezier aan hebben? Hoe zit er dat af? Gaat dat niet? Dat gaat niet, hè? Slapie! Kan ik die ogen zelf niet dicht doen? Gaat dat niet? Wauw, ik vind dat super tof, deze cadeaus. Echt waar. En dan is er nog eentje. Nummer 25. Kerstman Sinterklaas. Huh, wat? Is dat een baard? Maar nu is het echt wel te warm voor een baard. Maar hallo. I'm gonna wear it in my video, hè. Arambik! Gedaan. Wauw, mensen. Ik heb zoveel cadeaus gehad. Echt geen woorden voor. Ik ben jullie zo dankbaar. Eén voor één. Voor alle mensen dat er moeite en tijd hebben ingestoken. Echt, I love you guys. Deze is een veel te lange video. Als je deze een leuke video vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!